Hierbij open ik deze academische zitting, waarin Carlijn Hermans het academisch proefschrift getiteld Cancer of Unknown Primary, Uncovering Risk Factors Associated with a Neglected Disease, in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift? Dankjewel. Geachte prorector, leden van de corona, vrienden, familie en collega's. Welkom bij de verdediging van mijn proefschrift. In de afgelopen 4 jaar heb ik onderzoek gedaan naar de ziekte primaire tumor onbekend. En vandaag vertel ik jullie daar graag meer over. Daarvoor beginnen we bij de basis. Ieder mens bestaat uit cellen. En we bestaan uit verschillende soorten cellen. Zoals hersencellen, bloedcellen, levercellen, darmcellen en spiercellen. En ieder celtype heeft een eigen functie. Levercellen zorgen ervoor dat giftige stoffen worden verwijderd uit ons lichaam, zoals alcohol. En darmcellen zorgen ervoor dat voedingsstoffen worden opgenomen. In dit voorbeeld zien we hoe een normale celdeling verloopt. We zien daarbij dat een gezonde cel zich vermenigvuldigt en zich omzet tot gezond weefsel. Dit is nodig om ons lichaam gezond en sterk te houden. Maar soms gaat zo'n celdeling mis. In dat geval geldt dat we hebben een afweersysteem dat ervoor zorgt dat afwijkende cellen herkend worden, gedood en ook verwijderd uit ons lichaam. Maar soms is het afweersysteem niet in staat om deze afwijkende cellen te herkennen. En in dat geval kunnen deze cellen zich blijven vermenigvuldigen en zich omzetten tot een tumor. In het voorbeeld hierboven zien we een tumor in de long. Maar soms komt het voor dat er een tumor uit een andere plek in het lichaam zich uitzet naar de long. En dan spreken we over een uitzaaiing. Dus we zien dat die vanuit een andere plek uit het lichaam komt. En soms is het niet duidelijk uit welke plek deze tumor afkomstig is. En in dat geval spreken we van een ziekte PTO. Oftewel, primaire tumor onbekend. Waarom is het van belang om te weten waar de primaire tumor vandaan komt? Namelijk zodat de arts kan kijken of er een behandeling mogelijk is en welke behandeling het meest geschikt is. Dan zien we hier een lijst met de vaakst voorkomende uitgezaaide kankers. Dit is een lijst met de 10 meest voorkomende. We zien op de eerste plek overtuigend de bronchus- en longtumoren. Maar we zien ook op de 4e plek al primaire tumor onbekend staan. Dat is maar liefst met 8% van alle uitgezaaide kankers. Dus de ziekte komt vaker voor dan u mogelijk denkt. Als we kijken naar het aantal patiënten met een primaire tumor onbekend in Nederland, dan zien wij een afname. In 2014 ging het om 1600 patiënten, in 2016 1500 en in 2018 waren dit al 1300. En dit komt door verbeterde diagnostische technieken, maar ook door een verbeterde ziektedefinitie. Helaas is het zo dat de prognose voor de patiëntengroep heel erg slecht is. Namelijk de helft van de patiënten komt al binnen 2 maanden na het vaststellen van de ziekte te overlijden. Dit is dus heel erg slecht en ook heel erg snel. Over het algemeen, als we spreken over kanker, dan hebben we het over 1 kanker specifiek. Maar bij een primaire tumor onbekend is het nog complexer. Die bestaat namelijk uit verschillende soorten kankers. Zoals longkanker, darmkanker, maagkanker, nierkanker en zo zijn er nog vele andere kankers. Dit maakt het dus ook complex voor de arts om de juiste behandelmethode te kiezen. Tot op heden zijn er een aantal factoren bekend die mogelijke oorzaken zijn voor kanker. Daarbij kunt u denken aan erfelijke factoren, zoals familiegeschiedenis van kanker, maar ook aan leefstijlfactoren. Roken veroorzaakt bijvoorbeeld longkanker. Roken noemen we daarom een risicofactor. En in deze studie hebben we gekeken welke risicofactoren er zijn voor patiënten met een primaire tumor onbekend. Wij hebben gekeken naar de volgende factoren. Dat zijn alcoholgebruik, roken, lichaamsbouw, lichamelijke activiteit, groente- en fruitinname, vleesinname, familiegeschiedenis van kanker en diabetes.
Om dit te kunnen onderzoeken hebben we gegevens gebruikt van de Nederlandse cohortstudie naar voeding en kanker. Daarin hebben 120.852 deelnemers deelgenomen in de leeftijd van 55 tot 69 jaar. Deze deelnemers die zijn afkomstig uit 204 Nederlandse gemeenten en die zijn in de figuur als donkerblauw weergegeven. Deze deelnemers zijn gevolgd in de tijdsperiode van september 1986 tot en met december 2006. Dus in totaal meer dan 20 jaar. En al deze deelnemers die hebben een vragenlijst ingevuld over voedingsgewoonten en andere risicofactoren voor kanker. We hebben deze gegevens samengebracht met die van de Nederlandse kankerregistratie en de Nederlandse pathologieregistratie. En in totaal leverde dit gegevens op over 1353 patiënten met een primaire tumor onbekend. Voordat we gaan kijken naar de resultaten, wil ik jullie graag een voorbeeld laten zien. In dit voorbeeld geldt dat rokers een lichtblauwe kleur hebben. En dan geldt dat niet-rokers een donkerblauwe kleur hebben. We zien in de situatie hierboven dat 8 op de 100 rokers longkanker krijgt. En we zien in deze situatie dat 1 op de 100 niet-rokers longkanker krijgt. Daarbij geldt dat rokers een 8 keer zo grote kans hebben op het ontwikkelen van longkanker ten opzichte van niet-rokers. En wij hebben in onze studie gekeken wat de kans is op het ontwikkelen van een primaire tumor onbekend. In de epidemiologie is het gebruikelijk om de resultaten op de volgende manier te presenteren. Als het wiebertje op de 1 staat, dan spreken we van geen verband. Dat wil zeggen dat er geen verband is gevonden tussen de risicofactor en het ontwikkelen van de ziekte. Indien het wiebertje groter is dan 1, dan spreken we over een verhoogde kans op de ziekte. En indien die lager is dan 1, spreken we over een verlaagde kans. Dan neem ik u graag mee naar de resultaten. In de eerste studie heb ik gekeken naar alcoholgebruik en naar roken. Voor alcoholgebruik heb ik gekeken naar het aantal gram alcohol dat men per dag drinkt. En we zagen dat als men 30 gram of meer alcohol per dag drinkt, ze een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van een primaire tumor onbekend. En 30 gram komt overeen met 3 glazen alcohol, zoals bier, wijn of sterke drank. Voor roken hebben we gekeken naar het aantal sigaretten dat men per dag rookt. En we zagen dat als men 10 of meer sigaretten per dag rookt, ze ook een verhoogd risico hebben op deze ziekte. En 10 sigaretten komt overeen met een half pakje sigaretten per dag. We zagen ook dat als men 20 of meer sigaretten per dag rookt, het risico nog groter is op de ziekte. Ook hebben we gekeken naar het aantal jaren dat men gerookt heeft. En we zagen dat als men 40 jaar of langer gerookt heeft, ze ook een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van een primaire tumor onbekend. In een andere studie hebben we gekeken naar lichamelijke activiteit en naar lichaamsbouw. We hebben geen verband gevonden voor deze factor in relatie tot BTO. Voor lichaamsbouw hebben we gekeken naar lengte, gewicht, body mass index en naar kledingmaat. En voor lichamelijke activiteit hebben we gekeken naar beweging. Verder hebben we ook naar voeding gekeken. Naar zowel groente- en fruitinname als naar vleesinname. We vonden geen verband voor groente- en fruitinname. We hebben daarbij gekeken naar individuele groente- en fruititems, maar ook naar productgroepen. Voor vleesconsumptie hebben we ook naar vleesitems gekeken en hebben deze resultaten afzonderlijk bekeken in mannen en vrouwen. We zagen dat mannen die bewerkt vlees aten een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van een PTO. En onder bewerkt vlees verstaan we al het vlees dat bewerkt is om de smaak en houdbaarheid te beïnvloeden, zoals conserveringsmiddelen. In de vrouwen zagen we dat vrouwen die rundvlees of bewerkt vlees aten ook een verhoogd risico hadden. En we zagen dat deze risico's groter zijn dan in mannen. In een andere studie hebben we ook gekeken naar diabetes en de familiegeschiedenis van kanker. Voor familiegeschiedenis van kanker vonden wij geen relatie. Voor diabetes zagen wij wel een positief verband en ook hierbij zagen we dat de verbanden sterker zijn
in vrouwen dan in mannen. Verder hebben we ook gekeken naar leefstijl in het algemeen. Daarvoor hebben we gekeken naar de leefstijlaanbevelingen die zijn opgesteld door het Wereldkankeronderzoekfonds. We hebben daarbij gekeken naar 5 componenten. Dat gaat over het hebben van een gezond gewicht, fysiek actief zijn, voldoende eten van groente en fruit, het beperkt eten van vlees en het vermijden van alcohol. En we vonden dat mensen met de hoogste naleving van deze leefstijlaanbevelingen een lagere kans hebben op het ontwikkelen van een primaire tumor onbekend. Als laatste hebben wij ook een literatuuronderzoek gedaan. Daarbij hebben we gekeken naar alle risicofactoren van primaire tumor onbekend. Daarbij hebben we gekeken naar de internationale gegevens die verzameld zijn, maar ook de resultaten van onze eigen onderzoeken meegenomen. Daaruit vonden wij dat er een overtuigend sterk verband is voor roken, een mogelijk verband voor alcoholgebruik, familiegeschiedenis van kanker en diabetes, en een beperkt verband tot geen conclusie voor lichaamsbouw, groente- en fruitinname, vleesinname, auto-immuunziekte, leefstijl in het algemeen, lichamelijke activiteit en sociaal-economische status. Daarom zijn de belangrijkste conclusies van dit onderzoek dat roken, alcoholgebruik, familiegeschiedenis van kanker en diabetes de belangrijkste risicofactoren zijn voor een primaire tumor onbekend. En ook dat mensen die een gezonde leefstijl naleven een lagere kans hebben op het ontwikkelen van een PTO. Dan wil ik u graag bedanken voor uw aandacht en het woord teruggeven aan de prorector. Hartelijk dank voor uw heldere presentatie. We gaan nu beginnen met de oppositie. En de oppositie zal worden geopend door professor Kremer. Professor Kremer is hoogleraar keel, neus en oorkunde aan deze universiteit. Dank u, mevrouw de prorector. Geachte kandidaat, kort maar krachtig wil ik u allereerst van harte feliciteren met uw proefschrift en daarin uw team meenemen. Natuurlijk de Dutch Cohort Study of Nederlands Cohort Study is briljant. En u heeft daar een belangrijk stuk kennis aan toegevoegd. Vind ik heel belangrijk als oncoloog. Het zal u niet verbazen dat ik een beetje focus op hoofd-halstumoren. En dan trekt men natuurlijk hoofdstuk 2, daar gaat het over roken en alcoholgebruik. Het speelt in hoofd-halstumoren ook een belangrijke rol. Maar wat me opviel is dat er zeer veel verschillende soorten kanker, borst, eierstok, endometrium, darm, maag, prostaat, pancreas, hoofd, hals zijn opgenomen. En vindt u dat u naar 1 tumorentiteit hebt gekeken of naar verschillende? Zeer geleerde opponent, bedankt voor uw vraag en voor uw felicitaties. Ik denk dat dat een terecht punt is. Ik denk niet dat het makkelijk is om te zeggen dat we naar 1 specifieke groep hebben gekeken. Juist omdat de groep patiënten met een primaire tumor onbekend al heel divers is en heterogeen. Dat moeten we ook toegeven. Daarbij is het ook zo dat je in sommige gevallen natuurlijk graag wil kijken of een specifieke groep een hogere kans heeft. Maar de aantallen zijn echt te klein om daar specifieke sensitiviteitsanalyses mee te kunnen doen. We hebben dit wel overwogen, ook voor alcoholgebruik, dat we bepaalde groepen wel geëxcludeerd hebben. Maar het is nog te klein om echt te kunnen stellen dat er een verband is. Ja, u noemt alcoholgebruik en dan heeft u de groep hoofd-halstumoren eruit gehaald. Het waren ongeveer 5% van alle gevallen, heb ik gezien. En dan bleef alcohol wel een significante predictor of risicofactor. Ik weet niet hoe ik het goed moet verwoorden. Maar dan hebt u toch nog steeds 10 verschillende soorten kanker die u allemaal samen bekijkt. En is het voor het pancreascarcinoom bijvoorbeeld hetzelfde als voor het mammacarcinoom? Ja, dat is inderdaad een lastige vraag. Ik denk ook dat het heel erg lastig is om daar een goed antwoord op te geven. Ik denk echt dat er meer aantallen nodig zijn om een daadwerkelijk antwoord te kunnen geven of dat verband sterk genoeg is. Maar we zagen wel dat over het algemeen bij alle kankers die wij onderzocht hebben, dat er al een verband was. En dat dat ook al statistisch significant was. Dus het kan zijn dat die associaties de sterkte daarvan zal variëren. Maar ik denk wel dat er een relatie zal blijven. Mm-hmm.
Want overleving heeft me ook verbaasd. U noemde het ook in uw presentatie net. Echt een hele slechte 1,7 maanden. Ja. Maar in het hoofdhuidsgebied is het anders. Dus onze patiënten leven veel langer. Hoe komt het, denkt u? Ja, dat klopt ook. We hebben inderdaad gekeken naar... Ja, we hebben wel naar het algemene aantal gekeken. Dus daarbij is het wel echt heel slecht. En gaat het dus om 2 maanden. Maar het is heel erg afhankelijk ook van de histologie van het type kanker. Dat een primair tumor, onbekend patiënt heeft. Lastige woorden. Maar daarbij zie je dat de overleving heel erg varieert. Als we spreken over een adenocarcinoom, is dat ook wel heel anders dan over een plaveiselcelcarcinoom. Ja. Dus daar zitten heel veel verschillen in. Maar over het algemeen is het overal wel 2 maanden. Daar ben ik het helemaal met u eens. En een factor wat ik mezelf nog afvroeg, en heb ik niet zo goed teruggevonden, misschien niet goed genoeg gekeken, maar bij hoofdhuidstumoren zijn het meestal lymfogene metastasen. En bij de andere tumoren zijn het nou meestal lymfogene of hematogene metastasen? Daar durf ik hier geen antwoord op te geven. Maar dan weet u gelukkig niet meer dan ik en dat doet me goed. En dan heb ik nog een vraag die ik wel weet, maar die kan een beetje moeilijk zijn, dus ik vind het niet erg als u die moeilijk vindt. In het hoofdhuidsgebied zijn HPV, human papillomavirus, gerelateerde tumoren op het moment ontzettend belangrijk, want die nemen toe. En alle andere tumorsoorten in het hoofdhuidsgebied, die dalen eigenlijk een beetje. En als je een virusgerelateerde tumor hebt, dan weet je natuurlijk de risicofactor. En u heeft in uw studie daar, als ik het goed heb gezien, niet naar gekeken. Dus zou het niet kunnen dat u naar risicofactor alcohol en drinken hebt gekeken, terwijl eigenlijk in een subgroep misschien het virus de oorzaak is geweest? Bedankt voor uw vraag. Dat is ook een hele goede vraag. Ik denk dat dat zeker een rol mee zal spelen. Maar daarmee moeten we ook toegeven dat in de NLCS we de data daarover niet hebben. Dus dat hebben we verder nu niet geanalyseerd in ons onderzoek. Dus om dat wel te kunnen doen, zal ook aanvullend onderzoek nodig zijn om dat specifiek uit te zoeken. Ja. Maar daarover kunnen wij ook geen conclusies maken. Ik kijk af en toe naar de klok om niet te lang bezig te zijn, want ik ben heel braaf. Maar mij viel ook op, u schrijft dat u de diagnostiek die gedaan is bij hoofdhuidstumoren, dat u die niet bekend was, dat u niet weet welke diagnostische methoden gebruikt zijn. En ten eerste vind ik het wel heel erg belangrijk, want ondertussen doen we zelfs met de robot een mucosectomie van de tongbasis om een primaire tumor op te sporen, terwijl we vroeger daar blinde biopten genomen hebben. Dat is echt een verandering. En dat zou toch invloed moeten hebben op het collectief patiënten dat u onderzoekt. Dus is het huidige collectief PTO nog hetzelfde als toen u uw onderzoek hebt gedaan? Nou, ik denk dat dat ook weer een hele goede vraag is en dat dat heel terecht is. Dank u voor uw lovende woorden. Nou, het punt is, ik denk dat we ook wel eerlijk toe moeten geven dat de patiëntengroep met een primaire tumor onbekend, dat die sowieso veranderd is ten opzichte van 20 jaar geleden. Daarin zullen zeker patiënten zijn die op vandaag wel nog dezelfde diagnose zullen krijgen, maar dat zal een vele kleinere groep zijn. Ja. Sowieso weten we dat de diagnostische mogelijkheden inderdaad veel beter zijn geworden en dat ook sinds 2006 eigenlijk de PET-CT pas gebruikt wordt in Nederland. En we moeten dan ook toegeven dat de patiëntengroep die wij onderzocht hebben gevolgd zijn van 1986 tot en met 2006. Dus die patiënten hebben wij sowieso niet meegenomen. Precies, ja. Maar dat is dus wel ook de bedoeling voor vervolgonderzoek, om daar eigenlijk wel mee door te gaan, dat je daar ook een beter beeld van krijgt. Het is natuurlijk kenmerkend als je een proefschrift, een onderzoek doet, een promotieonderzoek doet, als je klaar bent, dan zou je het weer anders beginnen. Dat is totaal normaal, dus dan ben ik het ook weer met u eens. Het laatste wat me opviel, en daar ben ik het niet met u eens, u zegt dat screeningprogramma's de detectie van primaire tumor onbekend misschien beïnvloed hebben. Maar dat begrijp ik niet. Want als je een tumor met een screeningmethode vindt, dan had je hem toch ook gevonden als die gemetastaseerd had. Dus ik snap niet waarom daardoor de incidentie van het PTO beïnvloed wordt. Ja, bedankt voor uw vraag. Nou, de gedachtegang daarachter is eigenlijk dat tumoren wel eerder worden gedetecteerd. Dus ook op het moment dat die al kleiner zijn en mogelijk wel nog in de fase dat ze nog niet zijn uitgezaaid. Dat daarbij hopelijk al een deel van de patiënten wordt herkend. Juist door de screeningprogramma's, en het zijn er nog niet veel, maar er zijn er wel al.
dat er toch een aantal patiënten hopelijk al voorkomen worden voor de diagnose van een PTO. Ja, maar dan vind je toch zelfs nog een tumor die nog kleiner is dan die was geweest op het moment dat die had gemetastaseerd. Dus ik had eigenlijk een beetje verwacht dat u had gezegd die tumor wordt gekenmerkt door het feit dat die in regressie gaat. Dat kan ook, maar ja, inderdaad, hopelijk zijn we dan wel op het moment bij de voordat de regressie plaatsvindt, dan wel al daarbij. En daarmee verbeter je weer de prognose. Dan ben ik zeer tevreden met uw antwoorden. Dank u en geef het woord terug aan mevrouw de prorector. Hartelijk dank. De oppositie wordt voortgezet door professor Lemmens. Professor Lemmens is hoogleraar kankersurveillance aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Welkom en het woord is aan u. Dank u wel, mevrouw de prorector. Geachte kandidaat, ook ik wil u en uw promotieteam van harte feliciteren met dit resultaat. Ik denk dat het een verzameling is van zeer zorgvuldig uitgevoerde studies bij een groep kankerpatiënten die inderdaad te lang te weinig aandacht heeft gekregen. En ik weet niet of de illustrator van in ieder geval ook de mooie voorkant van uw boekje zich in het publiek bevindt vandaag. Helaas niet. Maar ook naar haar was het denk ik ook de complimenten. En ik heb er zo eens naar zitten kijken, ook toen professor Kramer net aan het woord was. En hij had het over HPV. Ik denk niet dat ik hier een voorstelling terugvind die je kan relateren aan HPV. Maar ik mis ook de allerbelangrijkste risicofactor als het gaat over leefstijl en kanker. Namelijk degene die verantwoordelijk is voor de meeste gevallen van kanker in Nederland in ieder geval. Weet u waar ik op duid? Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw vraag en ook voor de complimenten. Ja, nu word ik er zenuwachtig van, maar... dat is niet nodig. Ik zal u een beetje helpen. Weet u wat de meest voorkomende kanker is in Nederland? Ja, dat durf ik nu ook niet met zekerheid te zeggen. Dat is huidkanker. Okay. Het is soms afhankelijk van hoe je telt, maar zo gaat dat in de epidemiologie. Ja. Maar volgens mijn definitie in ieder geval is dat huidkanker. En zoals u weet is de zon, en ook voor een klein beetje de zonnebank, verantwoordelijk voor heel veel van die huidkankergevallen. En ik miste hier een vrolijk zonnetje in de verder hele vrolijke en mooie tekeningen. Dat terzijde. Ja, ik zou u nog een vraag willen stellen over ook het begin van uw boekje. Namelijk hoofdstuk 8, Incidence and Survival. U begint met CUP is a frequently diagnosed cancer. Ik denk dat de discussie straks nog wel wordt gevoerd over de benaming cancer. Maar in ieder geval, u geeft nergens in uw boekje aan om hoeveel patiënten het in Nederland per jaar gaat. Hoeveel patiënten in Nederland krijgen deze diagnose of krijgen eigenlijk geen diagnose? Ook bedankt voor deze vraag. Het is wel zo dat in 2018 dus nu 1300 nieuwe patiënten gedetecteerd zijn met een primaire tumor onbekend. Dus ja, we hebben ook al gezien inderdaad ook vanuit dit IKNL dat er dus wel een afname is. Maar we zijn ook wel heel erg geïnteresseerd in hoe dat verloop zal zijn in de nabije toekomst. Uitgezonderd misschien van de coronaperiode. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk complex zijn met de verzameling van de data. Maar ik denk wel dat het aantal PTO-patiënten zal afnemen over de tijd. Mm-hmm. En u geeft zelf in deze paragraaf ook een aantal mogelijke factoren die ook de daling de afgelopen decennia verklaart. Betere diagnostiek, beeldvorming, moleculaire diagnostiek, ook betere codering of andere codering. En vervolgens schrijft u heel voorzichtig, possibly due to a lower prevalence of exposure to risk factors. Waar duidt het possibly op? Is het effect klein, denkt u? Ik denk dat heel erg afhankelijk is van welke risicofactor waar we dan op inzoomen. Ik denk vooral bij roken dat wij wel al gezien hebben dat ook bij kanker over het algemeen dat er wel al wat afname is. En dat dat dus ook wel te wijten is aan roken, want dat is wel netjes ook gemeten in studies. Misschien kunt u dat nog differentiëren naar geslacht? Ook dat. We hebben dat namelijk ook in onze studie gezien, dat er is sowieso een verband met roken gevonden. Maar ook voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Bij alcohol zien we dat bijvoorbeeld weer andersom, dat bij mannen sterker is dan in vrouwen. Mm-hmm. Dus ik denk vooral als je wil gaan meten hoe het verloop zal zijn van alcohol over tijd, dat ook moeilijker zal zijn om te meten wat daarbij de veranderingen zijn.
Dat denk ik zeker. Maar ik denk zelf dat de invloed van afname in ieder geval van de blootstelling aan risicofactoren. Maar voor een heel, heel klein deel de afname in de incidentie van CUP verklaart. Misschien ook wel gelukkig, want dat betekent dat we in ieder geval de diagnostiek beter op orde hebben voor deze patiëntengroep. Maar we hebben nog een aantal stappen te zetten. En als het gaat over die 1300 patiënten per jaar. En we gaan op diezelfde pagina iets verder naar uw volgende alinea. En dan heeft u het over de definitie van CUP, zoals ook gebruikt in het Verenigd Koninkrijk. Waar zij onderscheid maken tussen drie categorieën. Hè, de malignancy of undefined primary origin, de provisional CUP en de confirmed CUPs. Als je kijkt naar die 1300 patiënten, hoeveel patiënten bevinden zich volgens u in die drie categorieën? Nou, dat is ook een complex iets waar we heel veel vergaderingen ook wel over hebben gehad met ons team. Juist omdat de definitie zo complex is. We hebben wel gekeken en ook afgesproken dat wij alleen de PTO-patiënten includeren in ons onderzoek. Waarbij ook histologisch en of cytologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Waardoor er dus wel al met wat meer duidelijkheid achterhaald is dat er een PTO is. Maar ook daarbij geldt dat de patiëntgroep voorheen en nu natuurlijk ook weer zal verschillen. En ik denk dat het belangrijkste punt is bij het variëren van de definitie, dat het heel complex maakt om de onderzoeken internationaal ook te vergelijken met de huidige populatie die wij hebben onderzocht. Mm-hmm. Juist omdat daarbij ook weer een andere tijdsperiode is gebruikt van de patiëntengroep en nog eens andere definities. Mm-hmm. En welk advies zou u mij, hè, als ook werkzaam bij het Integraal Kankercentrum Nederland, werkend met de Nederlandse kankerregistratie, dan meegeven hoe wij om zouden moeten gaan met de registratie van deze patiëntengroep? Nou, in dat geval denk ik dat het ook wel heel erg van belang is dat er een protocol ook voor wordt gemaakt. Dat het heel zorgvuldig wordt uitgewerkt en welke criteria en definities we dus de patiënten ook willen categoriseren. En ik denk dat het wel het belangrijkste punt daarbij ook is dat het mooi zou zijn als de internationale wereld daar ook aan bijdraagt en ook een soortgelijk patroon volgt, zodat daadwerkelijk ook de verschillen beter te identificeren zijn. Ben ik uiteraard volkomen met u eens. Naar de klok kijken denk ik dat ik nog wel kort kan inzoomen op hoofdstuk 5. Ja, daar kijkt u naar de relatie tussen meat consumption en cancer of unknown primary risk. U schrijft op pagina, even kijken, 111 is dat. Net voor de paragraaf over strength and limitations. Schrijft u, as we have demonstrated here, however, there does appear to be a discernible connection between the consumption of beef and processed meat and the development of CUP. Ik heb daar wat moeite mee als ik dat lees. The development of CUP. Ik denk, maar verbeter mij als u dat anders ziet, dat het hier gaat om de development of, in heel veel gevallen, misschien wel 80% of 90%, een tumor in de dikke darm. Die om wat voor reden dan ook later niet meer vindbaar was. We weten niet waarom, maar dat terzijde. Maar gaat het om de development of CUP, hè, dus als entiteit zoals u dat beschrijft, of de development van een tumor die we om welke reden dan ook later niet meer hebben kunnen vinden? Ja, bedankt voor uw vraag. Ook daarbij geldt dat ik daar zeker in kan stemmen, dat ik het daar ook mee eens ben. Maar ik denk dat we ook voorzichtig willen zijn met hoe we deze data dan willen interpreteren. En inderdaad, we hebben nu gesteld dat het gaat om een primaire tumor onbekend. Ook om dit wat breder te houden. Omdat we niet alle relaties van vleesconsumptie met kanker over één kant willen schuiven. Dat het alleen maar dikke darmkankers zijn. We hebben daarvoor wel ook de additionele analyse gedaan. Daar kan ik misschien ook nog heel even kort toelichten. Dat we dus een extra sensitiviteitsanalyse hebben gedaan en ook nog data hebben opgevraagd van het IKNL. Juist om te kijken met de data die we hebben over de levermetastase, die vaak dus afkomstig zijn uit de dikke darmkanker, primair. Of daar een verhoogd risico zou zijn bij deze groep patiënten. En wij vonden inderdaad dat verband nog sterker was in deze groep. Dus daarom durven wij ook wel te zeggen dat er zeker een verband is en dat mogelijk ook het grootste deel van de groep zal zijn. Maar niet de hele patiëntengroep met een primaire tumor onbekend. Hiermee heeft u gelijk mijn volgende vraag al heel netjes beantwoord. Dank u wel. Is er nog tijd voor één laatste korte vraag?
U schrijft in eigenlijk al uw conclusies van al uw stukken, schrijft u min of meer hetzelfde. Hè? U herhaalt de belangrijkste resultaten van het artikel. Kun je al afvragen, van, is dat een conclusie? Nou, misschien wel, misschien niet. Maar u eindigt uw belangrijkste conclusie, namelijk die aan het einde van uw proefschrift, hè, van uw discussie, met de bewering dat dit werk ook van belang is in het kader van preventie, primaire preventie van in ieder geval kanker en zeker ook cancer of unknown primary. Hoe moet ik dat voor me zien? Op welke manier gaat uw proefschrift en de bevindingen van uw artikelen gaan die bijdragen tot primaire preventie? Nou, bedankt voor uw vraag. Nou, ik denk over het algemeen dat het belangrijk is om op te merken dat wij zien dat veel factoren van een primaire tumor onbekend ook overeenkomen met kanker in het algemeen. Dus de resultaten zullen in die zin zeker bruikbaar zijn ook om kanker in het algemeen te voorkomen, hopelijk. Om specifiek te kunnen zeggen dat het dan het vermijden is van een primaire tumor onbekend, dat maakt het natuurlijk nog veel lastiger, want dat hopen we natuurlijk ook voor te kunnen zijn. Dus om daadwerkelijk daarna ook te kunnen vaststellen dat we daarom patiënten met een primaire tumor onbekend hebben kunnen vermijden uit die groep, ja, dat zal heel lastig zijn. Ik denk niet eens dat echt haalbaar kan zijn, maar wel voor kanker in het algemeen. Ik ga ervan uit dat de discussie over dit onderwerp straks nog wordt voortgezet door anderen hier in de commissie. Dus ik zou het hier willen laten en het woord terug willen geven aan mevrouw de prorector. Ik dank u voor uw antwoorden. Dank u wel. Dank u wel, professor Lemmens. De oppositie wordt voortgezet door professor Smit. Hij is hoogleraar klinische pathologie aan het LUMC in Leiden. Ja, dank mevrouw de conrector. Mevrouw de kandidaat, het zal u niet verbazen dat ik als patholoog natuurlijk meteen op zoek ga in uw proefschrift. En daar sluit ik me graag bij aan, bij de voorganger prachtig vormgegeven is. En waarbij ik naar het aanneem het aantal vraagtekens wat daar staat, dat voor uw proefschrift was. En dat het aantal vraagtekens nu minder is na uw proefschrift. Maar dat gezegd hebbende, terug naar de pathologie. En u schrijft er eigenlijk bar weinig over. En dat vind ik jammer als patholoog, dat begrijpt u. Maar ik wil toch u proberen uit te dagen om daar met mij toch iets meer over van gedachten te wisselen. En dan gaat het vooral over dat u op pagina, en dan help ik u een klein beetje, pagina 10. Daar schrijft u voor het eerst de pathologen die een aantal mechanismen beschrijven waardoor een primaire tumor onbekend zou kunnen ontstaan. Klopt, hè? Dat klopt. Ja. En dat zijn er 5. En ik zou aan u willen vragen welke 5 van die 5 u denkt dat de meest waarschijnlijke is. En als dat zo is, waarom dat u dat niet expliciet benoemd heeft in uw proefschrift? Nou, hooggeleerde opponent, ook bedankt voor uw complimenten en bedankt voor uw vraag. Ik denk dat ik allereerst ook moet toegeven dat ik zeker geen patholoog ben, dus daar ook echt niet expertise over heb. Dat is ook wel een reden geweest waarom wij dan niet, we hebben echt risicofactoren bekeken en niet zozeer de pathologie. Ook omdat, wij hebben daar gewoon minder kennis over. Maar we vinden dat natuurlijk wel interessant en we kunnen dat ook niet afzonderlijk van elkaar zien. Ik denk om terug te komen op uw vraag, dat het vooral voor de pathologen, nou, we hebben ook een werkgroep toen meegekregen online waar het ging over de toekomst van AI en pathologie. En ik denk dat dat ook niet los te zien is van elkaar. Maar ook, ja, als het gaat om uw vraag specifiek, dat het vooral voor de pathologen ook wel heel erg complex is om nou vast te stellen wanneer het gaat om een primaire tumor onbekend. Juist omdat, ja, kanker is natuurlijk in het algemeen al heel erg lastig om vast te stellen en te zien wat er specifiek is. Ook al hebben jullie daar wel de handigheid in. Maar bij een primaire tumor onbekend is het natuurlijk nog een vele heterogenere groep. Wat het nog complexer maakt om vast te stellen wat daarbij klopt. Dus ik denk vooral dat de atypische weefselstukken, dat eigenlijk wel het punt is wat het meest lastig is. Maar u beschrijft 5 van die mechanismen, hè? Dus u schrijft dat het eerste mechanisme is dat de primaire tumor zo atypisch is in de morfologie dat de patholoog hem eigenlijk niet herkent als entiteit. Ik kan u zeggen dat klopt soms. Dat klopt. Dat gebeurt gelukkig niet vaak, maar we hebben onlangs casus gehad waarbij de onbekendheid van de primaire tumor als entiteit
de oorzaak was dat iemand die patiënt als PTO had aangemerkt. Daar zijn we achter gekomen omdat we daar allerlei aanvullende testen gedaan hadden, waardoor er een hele zeldzame fusie omhoog kwam. Waardoor als je dan de literatuur ingaat, er opeens een entiteit voorbij komt waar je als patholoog, ook ik na 20 jaar, nog nooit van gehoord hebt. Maar dat is dan wel opeens de primaire tumor. Dus 1 klopt. Ik denk dat 4 bijvoorbeeld, of 5 eigenlijk, dat is nog veel erger. Daar schrijft u op dat de primaire tumor gemetastaseerd is voordat die maligne wordt. Nou, dan komt u wel aan een heel moeilijk dogma in de patologie. Want een maligniteit betekent bij ons dat de tumor uitzaait. En als een tumor niet maligne is, kan die eigenlijk niet uitzaaien. Dus die hypothese, die zou ik niet opnemen in uw proefschrift, want dat is erg onaannemelijk. De ectopische origine acht ik ook niet zo groot. Ik denk eigenlijk dat de meest belangrijke is dat waarschijnlijk ons immuunsysteem de primaire tumor als het ware geattaqueerd heeft. U liet dat ook zien in uw plaatjes, hè, dat het wordt opgeruimd. En dat de primaire tumor in regressie gegaan is en dat we zijn blijven zitten met de metastase. Dat is denk ik de meest gangbare hypothese die we nu hebben. Dan is het ook ingewikkeld voor een patholoog, want CUP, dat is al eerder gezegd, is een verzamelbak. Het is eigenlijk een restgroep waarvan we het niet weten. Als we nou denken dat door de diagnostiekverbetering die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt een belangrijke rol heeft gespeeld bij de daling van het aantal CUP-patiënten. Hoe zouden we dan op basis van uw proefschrift daarachter kunnen komen? Hooggeleerde opponent, ook bedankt voor uw felicitaties en voor uw vraag. Als het gaat om diagnostiek, denk ik dat we wel op een andere manier ook aan het meten zijn of het gaat om een primaire tumor onbekend of niet. Juist omdat we bij dit proefschrift wel echt hebben gekeken naar de mogelijke risicofactoren. Natuurlijk is het zo dat bij de huidige technieken je dus wel eerder een ziekte kan opsporen. Juist met de PET-CT dat ook wel een verbetering is geweest, doordat je ook ziet wat de activiteit is in specifieke organen. Nu durf ik ook niet met zekerheid te zeggen dat als een orgaan een dermate zo is aangedaan door bijvoorbeeld heel hevig alcoholgebruik, dat je dat ook terug zal zien op je beeldresultaten. Dus op dat gebied weet ik niet, denk ik niet dat dat heel erg makkelijk zal zijn om de resultaten van dit onderzoek te gaan meenemen bij diagnostiek. Wat zou u ervan vinden om de 963 casus die u verzameld heeft ongeveer in uw proefschrift te gaan verzamelen, de weefselblokjes te gaan verzamelen en dan samen met mij een onderzoek te starten om te kijken van hoeveel van die patiënten nou daadwerkelijk nu nog CUP zijn, als we daar de analyse in 2022 met alle tools die we nu in de patologie voorhanden hebben, daarop zouden kunnen gaan doen. Nou, ik denk dat dat zo ook heel, dat het sowieso ook heel erg mooi zou zijn als dat daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Dus we hebben een afspraak daarover. Dat gaan we samen doen. dat weet u nog niet. Daar moet ik op terugkomen. Want, Ik denk dat het heel leerzaam zou zijn als we die gevallen, zeker omdat het een cohort zo oud is, hè, uit 1986, heeft daar prachtige follow-up van. Als we die blokjes, en gelukkig in de meeste PA-laboratoria bewaren we al die blokjes, die zijn er nog van die patiënten, als we die zouden gaan opvragen en daar een analyse op zouden doen anno 2022, dat zou ons heel veel inzicht geven over of CUP nou daadwerkelijk CUP is, of dat CUP, dus die groep uit 1986, misschien nu wel een primaire hoofdhalstumor wordt. We zouden naar de HPV kunnen kijken, we zouden naar nieuwe additionele markers kunnen kijken, zodat die CUP geen CUP meer wordt. Ik zou u echt aanmoedigen om met mij nog eens weer daarover van gedachten te wisselen. Dan zou ik ook nog even willen vragen aan de paranimfen, als dat mag, om stelling 4 voor te lezen. Ik sluit hier een beetje op aan. Na uitvoerig onderzoek naar de diagnose primaire tumor onbekend, blijft de moeilijkste onderzoeksvraag: wat is een primaire tumor onbekend? Zo is het. En dat is een hele mooie stelling die eigenlijk ook het dilemma heel goed weergeeft. En u
ook terecht benoemd als de moeilijkste onderzoeksvraag. Maar goed, wij gaan moeilijke onderzoeksvragen niet uit de weg. U zeker niet, na dit prachtige proefschrift. Dus u krijgt van het KWF een miljoen euro om deze hele moeilijke onderzoeksvraag op te lossen. Hoe gaat u dat doen? Nou, sowieso door de samenwerking met u ook aan te gaan. Kijk, dat is een mooi antwoord. Dat is een goede start. Nee, maar ik denk dat het inderdaad van belang is om bijvoorbeeld meer in diepte ook te gaan kijken naar het weefselonderzoek dat bijvoorbeeld al bekend is van deze patiëntengroep. Maar ook om wel de follow-up nog langer te maken en ook te kijken naar de huidige PTO-patiënten. Want ik denk dat dat wel belangrijk is om te noemen, dat we ook wel weten dat er een verschil zit tussen de groepen van... Ja, eigenlijk in deze studie en het proefschrift. En ook de huidige PTO-patiënten. Daarbij zou het natuurlijk ook heel mooi zijn als we aanvullend DNA-onderzoek kunnen doen. En dat we ook daadwerkelijk kunnen terughalen waar de primaire bron vandaan komt. En hopelijk daarmee ook samenwerkingen kunnen starten om mogelijke predictiemodellen in te... Nou, daar wilde ik het ook nog even over hebben. En ik denk dat ik net nog wel 1 minuut heb misschien. En dat gaat natuurlijk over de, zou ik zeggen, predictiemodellen die ook ontwikkeld worden. AI, Artificial Intelligence, we krijgen de digitale beelden en daar zijn al algoritmes in Amerika die op basis van de histologie voorspellen wat de primaire origine is. En als je dat goed kan, dan is het dus niet meer een club, dan is het de primaire tumor namelijk bekend. Daar gebruiken we ook de moleculaire data bij, maar zou in zo'n Artificial Intelligence model eigenlijk ook niet deze risicofactoren meegenomen moeten worden. Hoe ziet u dat voor zich? Daar kan ik het sowieso met u ook over eens zijn. Ik denk dat dat van belang is om dat wel mee te nemen. Juist omdat wat er in het lichaam speelt wel door vele factoren ook wordt beïnvloed. En ik denk dat leefcel dan niet bij te verwaarlozen is. Dat je dat sowieso mee zal moeten nemen. Ook om te voorspellen wat mogelijke patronen zijn voor... Nou, mogelijke regressies van de kanker. Maar denkt u dan niet, hè, dat bent een beetje plagerig misschien, als we kijken naar de risicofactor roken en we zouden dat in het AI-model introduceren. Denkt u dan niet dat de meeste patiënten van uw clubpopulatie dan de moleculaire of de risicopredictie krijgen dat het een longkanker is? Omdat dat zo geassocieerd is met, dus u kijkt niet naar CRUB, maar u kijkt naar een primaire longtumor die we niet gezien hebben, die we niet gedetecteerd hebben. Zou dat niet een plausibele verklaring zijn voor de associatie? Ook dat denk ik dat heel erg complex is, juist omdat je dan nog meer complexiteit krijgt bij het vaststellen wanneer het gaat over een primaire of dus een secundaire kanker. Dat het heel lastig is om te zeggen waar het dan vandaan komt. Maar nogmaals, het kan natuurlijk wel een beeld geven al middels de artificial intelligence technieken om te zien waar het mogelijk vandaan komt. Dus het zal zeker een patroon kunnen identificeren, maar de zekerheid heb je nooit volledig. Dus ik denk dat wel een samenwerking daarbij nodig zal zijn. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dit hiermee heeft u in ieder geval al mijn vragen goed beantwoord. En naar tevredenheid, dus ik geef het woord graag terug aan de conrector. Dank u wel, professor Smit. Dan wordt de oppositie voortgezet door dokter Smits. Zij is universitair hoofddocent bij de vakgroep pathologie van deze universiteit. Dokter Smits. Hartelijk dank, mevrouw de prorector. Nou, geachte kandidaat, ook ik wil u natuurlijk van harte feliciteren met uw proefschrift. Een zeer mooi boekje, met daarin, mag ik wel zeggen, een indrukwekkende hoeveelheid aan resultaten die dan toch weer mooi overzichtelijk beschreven worden. Bij de felicitaties wil ik natuurlijk ook uw promotieteam betrekken. Ik moet u eerlijk bekennen dat voordat ik u aan uw proefschrift begon, ik niet zo heel erg veel wist over de diagnose CUB, primaire tumor onbekend. Dus tijdens het lezen van uw proefschrift heb ik niet alleen, heb ik wel nieuwe zaken geleerd. Maar daarnaast heb ik ook wel weer, ik ben wel gefascineerd geraakt door deze tumor, kankersoort. Daar kunnen we van gedachten wisselen of het een kankersoort is of een verzamelnaam. Maar vanuit die nieuwe fascinatie zijn er wel een aantal zaken waarover ik met u van gedachten zou willen wisselen. Zoals u wellicht weet zit ik zelf wat meer in de moleculaire hoek, ook pathologie. Dus mijn vragen sluiten een beetje aan bij de vragen van professor Smit.
Wat wij doen in de moleculaire epidemiologie is heel vaak kijken naar moleculaire signatures in die tumoren. En ik was uw proefschrift aan het lezen en ik vroeg me af, deze risicofactoren die u nu bekeken hebt, hè, u heeft daarna gekeken met het doel van preventie, maar kunnen we deze niet eigenlijk zien als ook een soort signature? Kan het ons niet toch veel meer vertellen over waar, waar de oorspronkelijke tumor vandaan kwam? Zeer geleerde opponent, ook bedankt voor uw felicitaties en voor uw vraag. Ook hierbij geldt inderdaad dat het inderdaad klopt dat die risicofactoren ook op die manier bekeken zullen kunnen worden. Maar ik denk dat de complexiteit is, waar we het eigenlijk net over hebben gehad bij de additionele analyse van vleesconsumptie, dan hebben we het over bijvoorbeeld levermetastase en waarbij we kijken of die mogelijk afkomstig zijn van een primaire dikke darmkanker. En voor dikke darmkanker is het wat meer gangbaar dat die uitzaait naar de lever. Dus in dat geval zit er wel een beter herkenbaar patroon in waar de mogelijke primaire bron naartoe metastaseert. Maar bij veel andere kankers is het niet zozeer het geval. En dat maakt het ook complex om te zeggen waar daadwerkelijk de uitzaaiing naartoe groeit. Juist omdat er meerdere opties zijn en je dus met minder zekerheid kan zeggen waar die metastase naar gaat. Denkt u op termijn misschien gebaseerd op uw onderzoek, dat we dit zouden kunnen omzetten in individuele risicoscores voor een individuele patiënt? En op basis daarvan wellicht terug kunnen gaan naar het oorspronkelijke weefsel waar deze tumor vandaan komt? Nou, dat hoop ik van wel. Juist omdat we wel naar heel veel factoren hebben gekeken en op populatieniveau is het wel ook met het idee om juist alle patiënten met een primaire tumor onbekend het liefst te genezen en dat die er in de toekomst ook hopelijk niet meer zijn. Maar het blijft natuurlijk wel complex. Bij ieder individu is er natuurlijk een kans op het ontwikkelen van de ziekte. Daarbij geldt ook dat, ook al heeft een patiënt een blootstelling aan een bepaalde risicofactor, dat dat ook niet wil betekenen dat daar daadwerkelijk die ziekte uitkomt. Bijvoorbeeld waar we net over hadden met roken en het ontwikkelen van longkanker. Het kan net zo goed zijn dat iemand die niet heeft gerookt ook longkanker krijgt. Dus op dat gebied zal het wel altijd complex blijven. Maar het is natuurlijk wel het mooiste als we dat op individueel niveau kunnen analyseren. Oké, dus dat betekent eigenlijk, zegt u een beetje, op basis van die risicoprofielen kunnen we dat nu nog niet. Wellicht kan het in de toekomst helpen. Dus nu zitten we nog een beetje vast aan al die moleculaire technieken die we hebben om te kijken naar die tumoren. Nou, ik heb even snel gekeken in de literatuur en ik begrijp dat er op dit moment ongeveer 7 commerciële moleculaire testen worden aangeboden die kunnen kijken naar de tissue of origin. Dus waarbij we die primaire tumor onbekend, waarbij we die tumor kan kijken en proberen terug te herleiden waar die dan vandaan komt. Nou, ik begreep wellicht komt daar een hele mooie achtste bij als u samen met professor Smit uw vervolgonderzoek gaat doen. Maar op dit moment hebben we die 7. En als we daarnaar kijken, dan, als we die gebruiken, dan lijkt het erop dat die testen 80-90% van de GUP cases kunnen klassificeren. Dus kunnen vinden waar ze vandaan komen. Dat is best wel een grote hoeveelheid. Maar dan blijven er 10-20% over. Heeft u een idee, wat is er aan de hand met die 10-20%? Ja, dat is inderdaad heel erg complex. Ik denk sowieso dat we het daarover eens kunnen zijn dat met AI en ook de samenwerking met de pathologen in de toekomst heel veel zal veranderen voor de PTO-patiënten. Dat er ook middels de DNA-technieken veel beter gedetecteerd kan worden waar de primaire tumor vandaan komt. Maar ik denk dat we het wel moeten realiseren dat het momenteel, ondanks dat het er 7 instellingen zijn dan die dit al doen, dat het nog steeds heel erg duur is om deze onderzoeken uit te voeren. En ook niet aan iedere patiënt aangeboden wordt om dit zorgvuldig uit te zoeken. Dus ik hoop wel dat het in de toekomst ook minder schaars wordt, dat dat voor veel meer patiënten mogelijk is. Maar dan blijven we nog steeds bij uw vraag, wat is er dan met de 10-20% wat overblijft van de patiënten? En ik denk dat dat ook het pijnlijke is voor deze patiëntengroep. Ondanks dat ik wel denk dat er een afname zal zijn voor het aantal patiënten, dat er toch altijd patiënten zullen blijven met een PTO. Ondanks dat er heel veel aanvullend onderzoek wordt gedaan, dan zul je nog altijd een zeldzame casus kunnen hebben, zoals professor Smiddel aangaf. Ja, waarbij het nog complexer is en nog zorgvuldiger uitgezocht moet worden. Maar dat zijn wel al veel minder patiënten dan dat er momenteel zijn.
Ja, dat klopt, ben ik zeker met u eens. Die moleculaire technieken zijn ontzettend duur. Deel van die kosten komt eruit dat er best wel wat weefsel voor nodig is en best wel wat voorbewerking en langdurige experimenten zijn om dat helemaal uit te zoeken. Wat ik me dan afvraag, zou er een manier zijn om voorbij dat weefsel te gaan? Kunnen we, en is dat niet juist bij primaire tumor onbekend heel goed om naar te kijken, kunnen we liquid biopsies hier gebruiken? Ziet u een toepassing daarvan? Nou, ik moet sowieso toegeven, ik ben echt epidemioloog, dus op dat gebied durf ik u niet te zeggen wat de juiste aanbevelingen zijn. En zou ik juist graag ook willen kijken naar u als patholoog, wat u daarbij zou aanbevelen. Dus op dat gebied, nee, daar durf ik geen antwoord op te geven. Nou, het zal misschien wellicht in uw vervolgonderzoek heel leuk zijn om te kijken of die liquid biopsies meegenomen zouden kunnen worden. Kijk ook even naar de klok. Mag ik nog een vraag? Dan zou ik graag een vraag, iets anders trek ik. Er zitten een aantal collega's in de zaal waarvan ik weet dat zij MPE-onderzoek doen, moleculaire pathologische epidemiologie. Dat is ook iets waar ik in het verleden mee gewerkt heb. Ziet u een toepassing van dit type epidemiologisch onderzoek in uw onderwerp? Zeker omdat het zo'n vergaarbak is van soorten tumoren. Denkt u dat als u een MPE-aanpak had genomen bij het bekijken van deze risicofactoren, dat u wellicht tot andere bevindingen was gekomen? Hoe ziet u dat voor zich? Ook weer bedankt voor uw vraag. Ik denk sowieso dat dat wel nodig kan zijn en ook prettig juist voor vervolgonderzoek om dat beter uit te zoeken. Maar ik denk niet dat het onderzoek wat wij nu hebben gedaan met deze specifieke risicofactoren, dat daar andere resultaten uit zouden komen. Dat ligt natuurlijk wel ook aan de manier waarop je analyseert en wat je specifiek aan het onderzoeken bent. Door natuurlijk voor alle risicofactoren die wij onderzocht hebben, zou je ook nog op andere manieren kunnen meten en nog specifieker. Maar dat zul je in onderzoek altijd houden. Dus op dat gebied durf ik u daar eigenlijk geen antwoord op te geven. Okay. En dat is ook, helemaal prima. Tevreden met de antwoorden en dan geef ik het woord graag terug. Dank u wel, dokter Smits. Dan gaan we naar de laatste opponent. Dat is dokter Beijer, senior onderzoeker bij het Integraal Kankercentrum Nederland. Dank u wel. Geachte kandidaten, ik wil ook beginnen met u te feliciteren met het prachtige boekje met belangrijke inhoud. En ik wil ook graag uw promotieteam feliciteren. Ik wil graag met u van gedachten wisselen over aspecten met betrekking tot de voeding en het volgen van de WCRF-richtlijnen. Als u nu absoluut kijkt naar de absolute inname van de populatie die u heeft onderzocht, u liet zien 204 gemeenten in Nederland, en u vergelijkt dat met de aanbevelingen, hebben we het dan over een groep met gezond gedrag of juist meer aan de onderkant? Wat vindt u daarvan? Zeer geleerde opponent, bedankt voor uw complimenten en ook voor uw vraag. Ik denk dat dat ook een goede vraag is. Ik herhaal me weer. Maar het is sowieso dat we hebben gekeken naar de inname van voeding, dus groente en fruit en vleesconsumptie specifiek. En we zagen ook dat de aanbevelingen toch vrij specifiek zijn, waarbij we categorieën krijgen die niet netjes verdeeld zijn. En om die reden hebben wij er ook voor gekozen om die juist wel goed te verdelen en die dus ook te variëren op basis van het aantal deelnemers die wij in ons cohort hebben kunnen onderzoeken. Juist zodat we wel de verdeling kunnen zien tussen hoge consumptie en lage consumptie en daaruit eigenlijk de resultaten kunnen afleiden. Ja, dat klopt. Hè. Dat is ook prima. Als je naar associaties kijkt, is het goed om een behoorlijke spreiding te hebben. Maar wat ik me afvroeg was, als je absoluut kijkt, is dat dan representatief van Nederland? Zijn er groepen die misschien veel hebben we juist een wat gezondere groep te pakken? Dus dat was eigenlijk meer mijn vraag. Of absoluut gezien mensen de aanbevelingen volgen of juist niet? Hoe dat een beetje ligt. Bedankt voor uw vervolgvraag. Daar kan ik u ook wel een mening over geven. Dat we inderdaad zagen dat dit een relatief gezonde groep is wat betreft
de inname van groente en fruit, maar ook van vlees. Dat dat toch inderdaad op absoluut niveau ten opzichte van, de, van veel kenmerken van de populatie, dat we zagen dat dat lager is in consumptie van vlees. En dat het juist hoger was bij de groente- en fruitinname. Ja, dus je hebt eigenlijk een groep te pakken die relatief eigenlijk goed de aanbevelingen voorlegt. Ja, dat klopt. En er is veel geschreven, veel onderzoek gedaan naar de preventieve kant van voeding. WCRF heeft haar rapport gebaseerd, ik geloof al op 20.000 epidemiologische studies. U schrijft in uw proefschrift over de relatie voeding en CUP is weinig bekend, dat klopt ook. Had u andere resultaten verwacht dan de huidige richtlijnen? Ook bedankt voor deze vraag. Ik denk dat het juist heel erg lastig is om voor deze patiëntengroep inderdaad te noemen of we daar echt verwachtingen bij hadden. Juist omdat er eigenlijk maar één studie is geweest die al eerder naar groente en fruit en vleesconsumptie heeft gekeken. En daarbij was ook op te merken, dit was een Australische studie, daarbij was echt op te merken dat er maar twee categorieën zijn vergeleken. Bijvoorbeeld het eten van rood vlees en bewerkt vlees, maar niet met specifieke items. Dus op dat gebied hebben wij veel nauwkeuriger kunnen kijken of daar effecten waren. Maar daarbij geldt ook dat in de epidemiologie één studie is eigenlijk geen studie. Dus het resultaat zal sowieso herhaald moeten worden in vervolgstudies om daadwerkelijk te kunnen stellen dat het een risicofactor is. Dus dat is zeker ook de aanbeveling voor in de toekomst. Welke aanbeveling bedoel je? Juist eigenlijk om meer onderzoek te doen naar specifieke risicofactoren van CUP. Ja, en dan denk ik ook wat voeding betreft, ook specifiek voor vlees en groente- en fruitinname. En ja, in de NRCS was het wel dat wij al heel veel data specifiek ook hadden over de individuele items, waardoor we ook heel uitgebreide analyses konden doen. Maar het zou natuurlijk ook mooi zijn als we dat met andere populaties kunnen vergelijken om te zien hoe sterk dan verbanden zijn. Ja, nou dat is gelukkig, hè. Die richtlijnen gelden natuurlijk voor de algemene kankerpopulatie. En ik zou dan ook heel graag even stelling 8 willen laten voorlezen. Door een van de paarnimfen. Een gezonde leefstijl is het beste medicijn voor gezondheidswinst. Dat ben ik natuurlijk helemaal met u eens. En wat we dus vaak zien, u heeft toevallig best een groep genomen die de richtlijnen nog redelijk volgt. Maar als je in Nederland kijkt, dan volgen de meeste mensen de richtlijnen niet. Terwijl ze best weten, wordt veel aandacht aan besteed, terwijl ze best weten wat er moet veranderen. Heeft u ideeën hoe u het gedrag van mensen zou kunnen veranderen, zodat meer mensen de richtlijnen gaan volgen, zodat we ook die winst behalen? Ik denk dat dit ook een mooie vraag is en dat dit ook heel complex zal zijn. Want ondanks dat mensen het vaak weten wat een gezonde leefstijl is, is het inderdaad zo dat ze dat toch niet of in beperkte mate naleven. Het kan natuurlijk helpen om bepaalde campagnes op te zetten of mensen toch meer aandacht te geven over bepaalde groente en fruit wat ze kunnen eten. Of toch aandacht te geven aan het feit dat vlees toch verminderd kan worden of dat er vleesvervangers zijn of andere manieren. Maar ook bijvoorbeeld het meer gaan sporten en het hebben van een gezond gewicht, dat er toch veel, nog niet eens voor PCO specifiek, maar ook voor kanker en andere ziektes in het algemeen, toch gebruikt kan worden om gezondheidswinst te realiseren. En denkt u dat de huidige ontwikkelingen, we hebben natuurlijk de hele energiecrisis nu met hoge kosten voor mensen, waardoor de koopkracht verlaagd wordt. Denkt u dat dat nog invloed heeft op gezonder of juist ongezonder gedrag? Ook die vraag, dat is inderdaad iets wat heel erg speelt momenteel. En het zal ook zeker van belang zijn voor de kosten wat men kan uitgeven voor bepaalde producten. Maar daarbij hoop ik wel dat dat bijvoorbeeld kan worden in de toekomst. Carlijn Hermans, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken. En ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten. The PhD defense has now ended.
The degree committee will debate the candidate's performance behind closed doors. This process usually takes about 10 minutes. Outside, 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and die. All your time, cause I'll go the extra mile. Long road to the south side, 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and die. On the dash, got my laces tied. Long road, I don't waste no time. Break rules because fate decides. With the team and we chase the light. I make a move, fall down, shake it off. I hate to lose that branch, break it off. No room for negativity, praise and love. Prepare for deep park cause we're taking off. Take the mileage, traveling so far from home. Gathering knowledge, other connections. I put the time in to get everything I ever hoped for. It's a challenge and we all in. It's a better future than we go for. Even though these nights seem long, I know that I am never on my own. Though you've won the battle once you've grown. Outside, 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and die. Long road to the south side, 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and die.
Carlijn Hermans, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft ze besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar, professor Van den Brand, is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan? Eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk. Dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Carlijn Elisabeth Petrus Esther Hermans, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Voor de laudatio geef ik het woord aan dokter Leo Schouten. Beste dokter Carlijn, van harte gefeliciteerd met het behalen van het doctoraat. Een bijzonder moment waar we 4 jaar naartoe hebben gewerkt. En hoe fijn is het dan ook dat we hier gewoon in de aula bijeen kunnen komen met je familie, vrienden en collega's. Zo hoort een promotie te zijn. Ruim 4 jaar geleden begon ons gezamenlijke avontuur. Je solliciteerde op de vacature voor een project naar de risicofactoren van primaire tumor onbekend. De werving had ik gelukkig een paar maanden mogen uitstellen, zodat ik studenten van onze eigen master epidemiologie kon uitnodigen om erop te solliciteren. Meerdere studenten solliciteerden, maar jij kwam het beste over. Vooral omdat je door je vooropleiding al wist wat voor aandoening het was en wat voor impact dit heeft op patiënt en naaste. Om hier te komen heb je een lange weg afgelegd. Eerste opleiding medische beeldvorming en radiotherapie. Daarna een pre-master in Nijmegen en tenslotte maar liefst twee masters Global Health en Epidemiologie in Maastricht. Goed voorbereid ging je dus aan de slag. Het is een vreselijke aandoening. Kanker is op zich natuurlijk al erg, maar de patiënt met een onbekende primaire tumor zit met een dubbele onzekerheid. De diagnose kanker is levensbedreigend, je weet niet wat je gaat overkomen. Maar nu is er ook nog extra onderzoek nodig voordat überhaupt duidelijk is of er een behandeling mogelijk is en welke dat zal zijn. We hebben er met z'n allen een beetje aan kunnen bijdragen dat deze aandoening meer bekendheid heeft gekregen. Caroline Loeven, onze mede-co-promotor, ontplooit al vele initiatieven vanuit het Integraal Kankercentrum Nederland. Er is een patiëntenvereniging in de afgelopen jaren opgericht die om aandacht voor deze aandoening vraagt. En er vindt ook gelukkig veel meer onderzoek plaats naar de diagnostiek en de behandeling van deze aandoening. En het doet me ook genoegen dat we samen daar een bijdrage aan hebben kunnen leveren wat meer bekendheid te geven aan deze aandoening. Je hebt in het project contacten onderhouden met patiëntenverenigingen, met klinici en met andere onderzoekers. Dat leidde tot veel extra zaken. Je was betrokken geraakt bij de organisatie van een congres over deze tumor, die volgens mij nog steeds gehouden moet worden. En je hebt een lezing gehouden over ons project in een internationale awareness week voor deze tumor. In het begin van het project had je heel snel contact weten te leggen met onderzoekers van de Europese EPIC-studie. En je had een uitnodiging gekregen om ook met hun data naar risicofactoren van CUP te gaan kijken. Heb ik toen wel moeten afremmen. Helaas, omdat onze eigen studie eerst goed op de rails moest staan. Later is het er niet meer van gekomen, mede vanwege de pandemie. Ja, zoals ik al een beetje zei, het begon langzaam. Het bleek toch een hele klus om de data die we hadden gekregen te controleren, te completeren en te coderen. Vervolgens had ik in mijn enthousiasme
allerlei extra analyses naar subgroepen bedacht. Waardoor we het spoor eerlijk gezegd bij de eerste analyses een beetje kwijt waren geraakt. En zo aan het einde van het tweede jaar van het project maakte ik me dan toch wel enigszins zorgen. Gaat het lukken om het allemaal klaar te krijgen op tijd? Maar toen, ineens, in 2 weken tijd, ik kan me nog herinneren, werden de 2 artikelen goed geaccepteerd. En daarna kwam er gewoon een ongelooflijke vaart in het project. De meeste artikelen, en dat was voor mij ook wel bijzonder, werden eigenlijk bij het eerste journal altijd geaccepteerd. En er zijn maar 2 artikelen geweest waarbij we wat meer moeite hebben moeten doen. Daarnaast had jij er ook gewoon ontzettend veel lol in om studenten van de Master op Epidemiologie te begeleiden bij hun stage. Ik had er geen omkijken naar. Je hebt 3 stagiaires begeleid en dat heeft nog 2 tot 2 extra artikelen geleid die inmiddels zijn gepubliceerd en ook zijn opgenomen in het proefschrift. Het derde ligt nu ergens op de stapel bij mij in het bureau. En ja, aan het eind van het project was ik eigenlijk de remmende factor, geloof ik. Het lag dus niet aan jou, want jij hield stug vol. Elke week kreeg ik voor ons overleg een agenda en een stapel stukken, digitaal dan wel. Altijd perfect voorbereid. En als ik commentaar leverde op een artikel, kreeg ik het binnen de kortste keren aangepast weer terug. En zoals zoveel in de afgelopen tijd hebben we een tijd op afstand moeten werken. Jij zat thuis, een tijdje in Herkenbosch bij je ouders, of in Maastricht in je eigen appartement. Soms tijdens een verhuizing van je huisgenoot. Maar wij hadden al wat ervaring met het op afstand werken, want kort na het begin van het project werd ik geveld door een hernia en hebben we een tijdje ons overleg al via Skype moeten doen. Jij op de universiteit, ik plat op de bank. De gesprekken die we hadden waren altijd plezierig en het duurde ook altijd de uur die we hadden gepland, ook al was er eigenlijk niks op de agenda. Als je je scherm deelde, kon ik altijd meegenieten van je verre vakanties. De foto van de antieke stad Petra in Jordanië is inmiddels in mijn geheugen gebrand. Daar hadden de schermen vroeger ook last van. In die coronatijd werden we wel ingeperkt in het reizen en we hadden het dan ook over de wandelingen in het Leudal, in het Mijnweg. En ik heb ook een heel lange foto van de Mijnweg voor jou op mijn beeldscherm gehad. Kon jij het zien als ik mijn scherm deelde? Van Carolien hoorde ik dat ook, dat het overleg nooit kort duurde. En het waren altijd onderhoudende gesprekken. En met haar schijn je het vooral te hebben gehad over de prijzen van huizen. En over hypotheken. Daar had je het nou met mij nooit over, maar... Nee, dat klopt. Nou, met Carolien wel. 1 reisje hebben we maar kunnen maken, helaas, in die 4 jaar. Met Carolien zijn we toen naar een conferentie over primaire tumor onbekend geweest in Londen. Een hele leerzame conferentie. En het was nog voor corona. We hoopten daar op een vervolgconferentie onze resultaten te kunnen laten zien. Maar daar is het dus helaas niet meer van gekomen. Ik moet wel verklappen dat we daar als team het verkeerde voorbeeld hebben gegeven. Want ik weet nog of je kan herinneren wat we toen hebben gegeten. Een hamburger. Bewerkt vlees dus. Toen wisten we dat helaas nog wel niet wat we nu weten. Wat ook indruk op me heeft gemaakt is je betrokkenheid bij mensen. En ik herinner me nog altijd hoe je een keer aan mij vroeg, zomaar, Leo, gaat het wel goed? En inderdaad, het ging toen wat minder met mij. En jij had het gezien. Bedankt Carlijn voor je betrokkenheid en voor onze samenwerking. Ik zal je echt missen. Over de periode na je promotie maakte je wel een beetje zorgen. Maar dat was niet nodig. Binnen 2 maanden had je een baan gevonden bij de Vrije Universiteit als postdoc. Een studie naar bekkenbodemproblemen samen met de Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie. Volgens mij ben je geknipt voor die baan. En ik feliciteer je nieuwe baas met zijn goede keuze. Je zult het goed doen. Carlijn, hartstikke bedankt voor de afgelopen 4 jaar. Het was een groot genoegen om met je te mogen samenwerken en ik zal je missen. Ik wens je veel succes bij je nieuwe baan. En ik wil ook je ouders, familie en vrienden betrekken bij deze felicitatie. Graag geef ik het woord weer terug aan de prorector. Dr. Hermans, ook namens de Universiteit Maastricht wil ik u van harte feliciteren met uw behaalde dokterstitel. U heeft een heel belangrijk onderzoek gedaan, waar, dat is tijdens deze promotie wel duidelijk geworden, nog heel veel werk is te verzetten.
En misschien dat deze promotie daar zelfs wel aanleiding toe gaat geven of om verdere gedachten uit te werken. Ik denk dat het vooral in belang is van de patiëntengroep waar uw onderzoek zich op heeft gericht. Want zoals dokter Schouten ook al zei, het moet verschrikkelijk zijn om de diagnose kanker te krijgen en dan ook nog niet eens te weten hoe het komt, waar het vandaan komt en hoe het behandeld kan worden. Dus ik denk dat verder onderzoek zeker gedaan zou moeten worden. Ik wil uiteraard naast uzelf ook uw familie, vrienden en bekenden, collega's van harte feliciteren met deze mooie promotie. Uiteraard het team van promotoren. En verder wil ik heel erg de beoordelingscommissie en de corona bedanken voor hun bijdrage aan deze promotie. Het is altijd, het kost een hoop tijd voor iedereen, maar het is ook altijd een leuke bijeenkomst om vragen te stellen en te zien hoe de kandidaat daarop reageert. Dus hartelijk dank allemaal voor uw tijdsinvestering. En nou, daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze zitting die ik hierbij sluit.